drijven. Op persoonlijk gebied vind ik het dan leuk om bijvoorbeeld aan u te vragen als minister, sport u zelf? Ja, te weinig, maar ik doe het wel elke dag. Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week vond in het Chassé Theater het congres plaats voor de verenigingen, sport en gemeente. Centraal bij dit congres stond het nieuwe gelanceerde sportakkoord. Een samenwerking tussen het NOC-NSF, het Rijk en de gemeente. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, ze schuiven met u mee en als u hem dan dicht bij de mond houdt, dan is dat perfect. Ik heb vers water voor u ingeschonken. Ik zei het, we zijn zeer vereerd en het is een groot genoegen dat u hier bent. En voordat ik zo even naar het sportakkoord met u wil gaan, wil ik even, want iedereen kent u misschien en misschien ook niet, dus even op persoonlijk gebied vind ik het dan leuk om bijvoorbeeld aan u te vragen als minister, sport u zelf? Ja, te weinig, maar ik doe het wel elke dag. Wat is de belangrijkste rol die gemeenten zouden moeten spelen bij de uitrol van het sportakkoord? Nou ja, het sportakkoord is een landelijk iets en ik wil graag dat steden, gemeenten, provincies daar hun eigen sportakkoord van maken. Wat is belangrijk bij jou in de gemeente om meer mensen lol in sport bij te brengen, als ik dat zo mag uitdrukken? Hoe zorg je dat meer mensen aan het sporten gaan? Bijvoorbeeld kinderen, maar ook mensen met een beperking, mensen die wat ouder zijn. Dat soort initiatieven hoop ik dat die niet alleen op nationaal niveau op papier worden gezet, maar dat ze vooral op lokaal, op regionaal niveau, samen met alle partijen in de gemeente of in de stad of in de provincie, tot uitdrukking worden gebracht, tot werking worden gebracht. Hoe gaat de gemeente Breda ervoor zorgen dat het sportakkoord ook in onze stad goed tot uitwerking komt? Ja, weet je, de gemeente Breda gaat daar niet voor zorgen. Althans, niet alleen. We gaan het samen met alle verenigingen in onze stad doen. Er lopen een hele hoop initiatieven op dit moment die al bijdragen aan het nationale sportakkoord. Hè? Als je kijkt hoe de hockey bijvoorbeeld omgaat met hun initiatief voor sportiviteit en respect. Als je kijkt hoe we met z'n allen in gesprek zijn om een talentencentrum in Breda te laten landen en tot ontplooiing te laten komen. Als je kijkt naar wat de voetbal op de zaterdagochtend doet aan dat soort dingen, de verduurzaming van de accommodaties waar we druk mee zijn, dan is het vooral onze rol om als gemeente om ze bij elkaar te brengen en om dat deelakkoord, die regionale akkoorden waar de minister ook toe oproept, om daar swing aan te geven en om dat te realiseren. Dan kunnen we vooral samen invulling geven aan het sportakkoord. En wat vond u ervan dat er zo'n congres plaatsvindt waarbij de minister, de voorzitter van NOC-NSF aanwezig zijn? Wat vindt u daarvan? Nou, we zijn hartstikke vereerd als Breda dat ze dat hier willen doen. Een tweedaags congres van de Vereniging Sport en Gemeente. Eigenlijk het neefje van de VNG, dat zegt uw kijkers waarschijnlijk niet zoveel. Maar voor ons als overheid is het hartstikke belangrijk dat het hier plaatsvindt. En je zegt het zelf, de minister en de voorzitter van de NOC-NSF. Ja, wat wil je nog meer op sportgebied dan dat dat naar je toe komt in de stad? Breda Nu. Je weet het meteen.